Mijn naam is Eddie de Klerk. Ik ben van beroep DJ, producer. En ik heb 2 clubs in Amsterdam geopend. In de jaren 80, begin jaren 80, was dat Club de Koer. En later in 1986 Club Roxy. Afrikaanse muziek heeft me altijd geboeid. Hè, sinds mijn jeugd in Gent, België. Omdat ja, je hoorde Manu Dibango, Fela Kuti. Dat waren al echt standaard namen toen ik 14, 15 jaar was. Ik kende geen Zuid-Afrikaanse muziek tot ik er voor het eerst kwam als DJ. Ik heb gedraaid in Durban. Toen ik daar aankwam, ging er voor mij echt een wereld open. Fantastisch. Met Remy uit Den Haag. En dan allemaal lokale DJ's. Radio DJ's. Maar hier heb ik het allemaal meegemaakt voor de eerste keer. 1996. Dat moest ik ook even laten zien. Dat is ook een hele mooie Kwaito. Dat is die mix tussen hip-hop, house en reggae en Zuid-Afrikaans. Een hele bijzondere, mooie stijl. Daar ga ik het ook over hebben tijdens de listening party. Alright. Dit zijn echt de roots van house, 1990. Dat is ook voor het einde van de apartheid, 1994. Toen was Kwaito heel populair. Dit is echt vrolijke, dansbare feel-good muziek. En dat is Kwaito. Dat ga ik zeker laten horen. Een andere groep die ik ook wil laten horen, dat is Black Motion. En waarom is het zo bijzonder, die tekst? Omdat hij namelijk zingt tegen een politieagent. Dood me niet, Mr. Officer, want ik ben eigenlijk een vader voor jou. En dat kan een zwarte politieman zijn, of een blanke, of wat dan ook. Maar hier hoor je heel duidelijk in hoe mensen met elkaar omgaan. Het is niet agressief. Het is een bepaald soort, ze spelen in op een gemeenschapsgevoel. Now, now change.